Heer, we danken u dat vandaag water uit de kranen, of nog meer water uit de kranen mag komen hier in Kolowijnen. Zoals Mozes op de rots heeft geslagen en er veel water daar buiten kwam, zo mag er straks een gedrukt worden op de knop en zullen wij heel veel water krijgen. Mooi, geweldig, geweldig, geweldig. Apollo mina picado felloso mi sele no me casing eña pre mi oritranga mi no salo mi oritranga de vinico de staque mi rocoma va cronco glori de yuaima. En definitief wordt deze. En dan? Dat hebben we waar. Kijk hoeveel water komt. Wordt deze. Vandaag kunnen we met de echte handdruk doen. Gefeliciteerd, ja. Het project staat bekend onder de naam WPC La Liberté. WPC staat voor Waterproductiecentrum La Liberté. We staan er uiteindelijk. En ik moet zeggen, ik als projectmanager met heel veel trots. Want we hebben nu een ultramoderne, wil weer het woord gebruiken, state-of-the-art installatie. Met een productiecapaciteit van 500 kubieke meter per uur. En als ik dat zou vertalen, dan kan ik u zeggen dat dat betekent dat je zo'n 11.000 tot 12.000 huishoudens van water kunt voorzien. Bovenop wat je nu hebt vanuit het station Meerzorg. Er is genoeg water beschikbaar om de verschillende woongebieden, een Peperpot, een Meerzorg, een Tamarejo, een Alkmaar, etc. allemaal van gezond drinkwater voorzien. Een half decennia lang sprak men over verbetering en uitbreiding van het waterproblematiek in Kolowijnen. En het bleef maar bij praatjes of werden enkele feasibility studies gedaan. Verder werd er geen gestalte gegeven aan het beloofde. En vandaag is het een feit. Daarom zijn we deze regering Santokki Brunswijk zeer erkentelijk. Mag ik een hartelijke applaus voor dit gerealiseerde project? Als wij de manier hoe wij te werk zijn gegaan met de VP, met de president, minister Bibis, minister NH en minister van Financiën. Als we afspraken maken en wij ons houden aan de afspraken, is dit het resultaat. Is dit het resultaat. Geen grapjes uitvoeren. Hoe werkt dit station? Wel, in de verte ziet u de Suriname lopen. Daar hebben we grote pompen gezet. Die pompen het water hier in dat spaarbekken. We pompen op de goede momenten water in dat bekken, wanneer dat het minst zout is. En vanuit dit bekken heb je hier weer nieuwe pompen. Die het dan overbrengen naar de eigenlijke waterfabriek zelf. En in de fabriek zelf gebeurt dan de zuivering met een aantal technologieën. Dat heet ultrafiltratie, zijn hele fijne filtertjes die de vervuiling uit het water halen. Dan komt er ook een omgekeerde osmose aan te pas. Dat is als het water wat zouter is, want er wordt ook wat zeewater dat tot hier komt in de Suriname, het is een getijdenrivier. Als het water wat zout is, gaat dat ook nog door die omgekeerde osmose, houdt daar ook nog een keer al het zout eruit. Na die behandelingen gaat dat ook nog naar een actief kool, zoals dat heet. Moesten daar nog giftige stofjes of weet ik veel wat in zitten, dan is dat de laatste trap in de zuivering die ook die resterende kleine stofjes er nog uithaalt. En dan uiteindelijk komt het water in deze grote tanks als rein water en kunnen we dat water verpompen naar dus heel het Kolowijnen gebied. Als buurtbewoner ben ik zeer verheugd. En ik denk dat een ieder burger van Kon hier ook zal beamen. Het is vandaag om feest te vieren. Ja, met de buurtbewoners, met u allen,
met Komowijnen, Suriname. Het is vandaag om feest te vieren. Wie zou dat niet blij zijn? Water is nog steeds de basisbehoefte voor de mens. Ik ben trots dat gegeven moment een droom werkelijkheid geworden is. Het heeft heel veel voeten in de aarde gehad. Maar vandaag aan de dag zijn we er. Ik wil van deze plaats ook de regering bedanken. En als we zo werken in dit land, kan ik u de verzekering geven dat zaken in een versneld tempo kunnen geraken. En dat we in principe dit soort zaken kunnen hebben. Schoon drinkwater is een recht van ieder burger. Het is geen luxe. Dit had al lang moeten gebeuren. Maar, ik heb het altijd gezegd, ik werk voor de totale samenleving. Ik werk voor ieder burger van Suriname. En daarom heb ik mij vanaf het begin sterk gemaakt om dit project van de grond te krijgen. Het station kan bij volle benutting, moet ik aangeven, ervoor zorg dragen dat dagelijks 12 miljoen liters, mensen, 12 miljoen liters, en dat is jaarlijks bijna 4,5 miljard liters, ja, van het vele water dat op dit moment ongebruikt, ja, stroomt naar de Atlantische Oceaan, ja, dat water benut wordt voor de menselijke consumptie. Van hieruit, me feliciteer alles maar voor Komowijnen. Me feliciteer aan de regering, president. President, ik zou betekenen, water. Alles aan de man, we spelen de om een schaar water te geven. En wat de regering van Tokyo Brunswijk hier heeft gedaan, natuurlijk, de man bij jou ook, maar je ziet, wij unie, kom bedrijfspolitiek om te wachten tot. Dat heb ik gedaan, straf in toch? Want einde dienst dat je een langer 20, een jaar voor de verkiezing. Dan voer je een project uit. Dan ga je straf in dat project nog maar door. En onutaki, we beginnen alle projecten direct. En we pakken aan, aanpakken. Alles wat wij kunnen doen voor de verkiezing, we beginnen doen. Want de verkiezing van de president, we gaan wachten. Tel je me, een jaar voor de verkiezing, dat we het project of nee, we gaan die projecten nu uitvoeren. Laat die mensen zien dat we meningen aan het volk. Ja? Dus komen wij naar met Brady. Dus broeders en zusters, we houden ons aan ons woord. We hebben campagne gevoerd. Hier komen wij naar. En uit die campagne en uit ook ons onderzoek waren er 5 issues die prioritair waren in Komowijnen. En de eerste 2 issues waren namelijk het waterprobleem, met name het drinkwaterprobleem en het fileprobleem. En vandaag lossen we eentje op. Het drinkwaterprobleem. En we gaan door. Want ik heb die structuren, de DC en SWM, al ontvangen op het kabinet van de president. En ik heb duidelijk gevraagd of met de knop vandaag heel Komowijnen wel voorzien zal zijn van drinkwater. En het antwoord is nog niet. En aan het nog niet moeten we gaan werken na vandaag. De straten, de buurten, de wijken, rechteroever van Komowijnen, oosten van Komowijnen, voorbij Tamarejo. En ieder en alle gebieden moeten drinkwater krijgen. En we kijken uit naar die voorstellen. Voor wat betreft het fileprobleem, daar is nog steeds pending. Namelijk op korte termijn die veerverbinding. Voor de middellange termijn is dat de brug. Daar Nieuw-Amsterdam richting Leonsberg. En een tweede brug is geprojecteerd, niet ver van hier.
7 kilometer verwijderd van hier, bij Laarwijk richting Domburg. En recentelijk in Dubai hebben een paar grote bedrijven zich al gecommitteerd om hier te komen investeren. Zeker kan genoemd worden DP World. Dubai Port World is het grootste scheepvaartcontainerbedrijf ter wereld. En ze hebben zich gecommitteerd om met honderden miljoenen Amerikaanse dollar te investeren in Komowene. Met een moderne haven, state-of-the-art havenfaciliteit, volledig geautomatiseerd. Dus Komowene, bereid u zich voor die grote ontwikkelingen. En samen met de investering in havenfaciliteit, in vlieghaven en kantoorfaciliteiten zal er ook gewerkt worden aan die brug over de Suriname rivier van omgeving Nieuw-Amsterdam en omgeving daar Anton Drachtenweg, waarvan de locatie op dit moment geïdentificeerd wordt samen met de deskundigen.